Hey, Bart Valkenier hier en welkom bij mijn Mega Blender training serie video nummer 13. In deze video gaan we opruimen. Jee, zin in? Nou, misschien helemaal niet, maar het is net zoals het opruimen van je kamer. Helemaal geen zin in, maar als het gebeurt is ben je er toch wel best wel een beetje blij mee. We gaan orde scheppen in die Blender chaos en dat doe je door de Outliner. En in deze video ga ik je laten zien hoe die in elkaar steekt. Breng je tekening tot leven in Blender. Deze training is veel meer dan alleen deze video. Check my site voor veel, veel meer. Alle video's staan daar handig bij elkaar en download daar ook alle blende doelopdrachten. Maar ik heb nog meer voor jou. Ik heb ook een handig boekje gemaakt met een samenvatting, plus de gebruikte sneltoetsen en de doelopdracht voor elke video. Dus neem daar nou zeker een kijkje, maar niet voordat je deze video helemaal hebt bekeken en jij hier op YouTube op die abonneerknop en die bel hebt geklikt. En laat eens een leuke reactie achter. We gaan eens dus eventjes orde scheppen in jouw blender project. Dat doe je door al je objecten in dozen te stoppen. Maar dat niet alleen. Gewoon erin stoppen en klaar. Er zit ook van alles aan vast. Wat je ook terugvindt in die dozen in de Outliner. En die doos noem je Collections. Ik laat het je zo zien. Want uh, ja, je weet wel, opruimen is dat heel erg interessant. Nee, maar soms moet het gewoon eventjes gebeuren. Want als je heel erg grote blender-projecten krijgt met heel veel objecten. raak je al gouden kluts kwijt. En beter ruim je toch een beetje op. En de sneltoets die uh, hierbij hoort is uh, M. Van moet. Move to collection, alright. Bij deze video hoort ook een doelopdracht, en deze vind je hier. En Die kun je dus downloaden van mijn site om het zelf allemaal eens eventjes te proberen. Uiteraard, hier ondertussen de bekende projecten van de tekening van Chris in 3D gezet. Ik ga eventjes hier klikken en klik op Material Preview. Moet je even over nadenken, en voilà. Dan zien we tenminste wat leuke kleurtjes. Wat is er aan de hand? We hebben hier het schip. Een pakjesboten, UFO, Alien, High en F16 en dergelijke. Alles een beetje uit elkaar gezet, zodat jij het maar eens even kan gaan opruimen. Goed, die outliner. Nou, dat weet je nog. In uh, video nummer 2 hebben we Blender een klein beetje omgebouwd. En uh, de user interface zo ingesteld dat hier de outliner komt. En dat is met een reden zo, want als die heel erg lang wordt, dan heb ik hier dus nog allemaal ruimte over. Voor extra dozen, objecten en, en dingen die in de outliner staan. En dan hoef je dus minder te scrollen en dat is handig. Maar dit hier is dus de outliner. En wat er dan zo handig is aan die outliner, is dat je objecten in een doos kan stoppen. En die doos noem je een collectie. Collection in het Engels. Alright, bijvoorbeeld deze straaljager. Die bestaat uit de uh, body, zeg maar. En ik heb hier het vuur, twee raketten, een piloot, een helm en een cockpit. Nou, eh, ik ga deze eventjes allemaal selecteren met links klik en sleep. Dat noem je een box select. We hebben het ook al eerder over gehad. Maar wat er opvalt is dat je niet alleen dus een, een rode of een geel randje in je 3D viewport objecten ziet, maar ook dat ze eh, blauw zijn in de... Outliner. Hier heb je dus de cockpit, helm enzovoort, enzovoort. En wat je ook ziet, als ik een beetje inzoom, is dat het cockpit het actief geselecteerde object is. En de rest is gewoon geselecteerd. We hebben het ook eerder over gehad. Dus alles wat je in de 3D viewport selecteert, zie je ook geselecteerd terug in die outliner. Maar goed, wat is dan zo handig aan? Als ik nu op de M druk van mijn toetsenbord, dan krijg ik een heel erg klein. Even zo doen, minuutje. En er staat een nieuw collectie. Of scene collection of collection. Nou, om eh, ons twee even uit te leggen, ga ik eerst even op plus, nieuw collectie. Dus ik ga nu een nieuwe, nieuwe doos maken, een nieuwe collectie. En als ik daarop druk, dan vraagt hij: welke naam moet hij krijgen? Een collectie 2. Eh, heel geïnspireerd, beter geef je het ook gelijk even een goede naam. Dus ik geef dit de naam Straaljager en dan druk je op oké. OK. Wat er dan gebeurt is. Dit, dames en heren. Hier heb ik een nieuwe doos, een nieuwe collection met de door mij gekozen naam Straaljager. En de objecten die ik net had geselecteerd zitten in één keer in die doos. En die doos kun je ook open en dichtklappen door op het driehoekje te klikken. En hoppakee, dan heb ik dus deze objecten van de straaljager in de collectie straaljager gestopt. En als ik hier uh, dicht klik, dan zie je hier gelijk het getalletje. Oh, er staan dus zeven van die objecten in. En als je goed kijkt, hebben we hier dus een master scene collection, waar eigenlijk alles in zit. En de een uh, collectie, die heet gewoon collectie. En die zit er standaard in. Als je Blender opent, zal het altijd wel een collectie zijn. En hier dus die straaljager collectie die we net hebben gemaakt. En je kan van alles uh, openklappen tot een heel eind. Daarover later meer. Maar eerst maar eens eventjes verder met de doelopdracht door ook de andere objecten in zo'n collectie te zetten. Nou, heel snel. Ik heb de UFO en de alien geselecteerd. Ik druk op de M van mijn toetsenbord en ik maak hier een nieuwe collectie van. Die noem ik eventjes UFO. Enter, oké okay. en hoppakee, Je ziet nu ook een collectie UFO met deze twee objecten erin. Pak ik eventjes hier de boot. Die selecteer ik ook eventjes. En alright, alright, alright. Yes, alles is geselecteerd. Dat druk ik weer op de M van mijn toetsenbord en M en doe ik een nieuwe collectie. Die noem ik die. Uh, Pakjesboot. Ik, ik va Vaak doe ik of schip of pakjesboot. Nou, maakt niet uit. Sinterklaas moet gewoon niet zo miepen. Het is wat het is. En dit is gewoon een pakjesboot of schip. Ja, ik heb hier pakjesboot tekst links. En hier schip. Ik haal het helemaal door elkaar. Nou ja. Anyways, wat we in ieder wel hebben gedaan is de onderdelen van deze schippakjesboot in de collectie pakjesboot gezet. En hier vind je dus ook weer icoontjes achter. En om uh, daar eventjes over te hebben... Kijk, je vindt hier zo'n driehoekje en een Aatje. En een driehoekje is dus dat hier vier uh, mesh-objecten in zitten: schip, schipreling, stuurrad en de vlaggetjes. Maar twee, ook twee Aatjes. En die Aatjes is een ander soort object, namelijk een tekstobject. En als ik daar eens eventjes naartoe ga, dan staat daar pakjesboot. En als ik op tab druk van uh, mijn toetsenbord. En ik heb op zoveel plekken tab staan, maar soms moet ik nog zo lang zoeken. Tab. Dan kan ik hier dus die tekst letterlijk uh, veranderen. Nou, en dat is dus een tekstobject. En dat is een speciaal object. Daar kun je weer andere dingen mee doen. Dus letters maken. En die kan je ook omzetten naar een mesh object. Nou, daarover later veel meer. Maar daarom zie je hier dus een aatje staan... Want hier vind je pakjesboot tekst. En hier pakjesboot tekst. En dus vier gewone mesh-objecten. En dat vind je dus allemaal terug. Die info vind je allemaal terug in de outline. En dat is best wel handig. Nou, moet alles in dozen? Nee, niet per se. Het kan ook zijn dat je gewoon dingen lekker loslaat. Zoals deze haai. Ja, het is gewoon één haai. Hij heeft geen haai, vriendjes, vissen. Of waar die ook in thuis hoort. Dus die doen we gewoon lekker los. Uiteraard heb die uh, outliner hierboven. Dus weer de wereld aan instellingen. En ik ga ze echt niet allemaal bij langs. Kijk, dit is gewoon uh, het type scherm. Dus dit knopje heb je eerder gezien dat is gewoon de, het outline knopje en hier vind je dan scenes view layer bla 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 niet te veel aandacht in uh, steken. zorg gewoon dat je die op view layer hebt staan want al deze andere dingen zijn weer andere dingen wat te ver voert voor deze video en nu en hier kan je ook uh, zoeken dus ik kan hier bijvoorbeeld uh, alien intypen. en dan uh, laat hij dus alle dingen zien die met alien te maken hebben hier het mesh object alien en hier wat materialen van alien dus hier kan je mee zoeken dan vind je hier een filter en dat, uh, wow. Weer een vet groot menu. Met allerlei dingen waar ik het nu over niet, ga, over, niet, uh, niet over ga hebben. Als we het uh, in de toekomst nodig hebben, dan komt het dan wel voorbij. Maar er zijn wel. Drie dingen die je even moet weten. Hierboven vind je namelijk restriction toggles. En er zijn een aantal knopjes die je allemaal aan kan zetten. En als ik dat doe, dan zie je dus een heleboel knopjes hierachter verschijnen. Ha, wordt lekker druk. Maar dat hoeft helemaal niet. Want eigenlijk de drie belangrijkste knopjes die je nu moet weten en aan moet zetten is deze. Selectable is dat object wel of niet selecteerbaar. En hide in viewport. Oftewel weergeven. Of niet in de 3D viewport. En deze is ook heel belangrijk. Disable in renders. Want misschien heb je wel een object die je wil zien in de viewport. Maar die je niet in je uiteindelijke filmpje in je render wil zien. En deze drie gebruik ik het meest. Dus zet deze drie gewoon aan. Kijk, ik kan het wel even laten zien. Ik heb bijvoorbeeld. Kijk, uh, deze UFO uh, bijvoorbeeld pak ik eventjes. En trouwens, als ik iets selecteer. dan zie je ook dat het hier de soort van oplicht. Van, Oh ja, hier. Als ik een. Collectie hebt, die geklapt. Dan laat hij zien van. hé, hey, hier zit een, uh, iets geselecteerd in. Zie je? Anyways, ik heb nu de Uvo geselecteerd. En als ik deze uitzet dit pijltje en dan kan ik hem dus niet meer selecteren. Kijk, de eling kan ik wel selecteren, andere dingen, maar als ik het pijltje uitzet, dus dat kan soms handig zijn als iets in de weg zit en je wilt voorkomen dat die wordt geselecteerd, kun je dat pijltje dus aan of uitzetten. Wat ook kan is dus dat oogje. Daarmee uh, is die weg. Nou, hij lijkt weg, maar hij is niet weg. Met het oogje zet je het gewoon uh, aan of uit in de viewport. Um, dat kan ook met een toetsenbord. Kom je natuurlijk en dat noem je de H. Dat doe je met de H van uh, van height. Kijk, zie je? Dan is die weg. Als ik op H druk en wil je dat weer ongedaan maken, dan doe je dat met Alt-H, Alt-H. Dan komt hij ook weer terug. Of gewoon op het oogje klikken en dan krijg je hetzelfde resultaat. Als dus ik hierop klik, dan gebeurt er niet zo heel erg veel. Maar wat er wel gebeurt, is dat ik bijvoorbeeld deze UFO wil uitsluiten voor de render. Dus ik zie hem nog steeds in de 3D viewport. Maar als ik er echt ga renderen en een filmpje van maak, dan sluit ik dat uit. Nou, deze nou, uh, pijltje, oogje en uh, cameraatje kun je ook uitzetten voor de hele collectie in één keer. Alright, en dan even over het volgende en dat is namen geven aan je objecten. En dat is soms ook een stom klusje, maar echt heel erg aanraden om dat echt te doen. Geef je objecten namen, want als alles een kubus of een cilinder of een doos of wat dan ook is, dan raak je echt het overzicht kwijt. Geef het een naam en dat is heel makkelijk te doen eigenlijk. Want als je het helemaal in doos hebt gestopt, dan kun je gewoon hier dubbelklikken en hier een, uh, de naam veranderen. En voilà, je hebt de naam veranderd. Uiteraard kan dat ook gewoon in de 3D viewport zelf. Dus als ik hier bijvoorbeeld deze ufo heb geselecteerd. En dan druk je op F2. En dan heb ik geen mooie toets. Ik doe het maar even zo. Snap je? F2, F2. En als ik op F2 druk, dan kan je hier gelijk dus ook deze uh, UVO een andere naam geven. En dan zie je dat het ook gelijk verandert in de 3D viewport. Dus dat is uh, super handig om te fixen. Zorg ervoor dat je F2 actief hebt en dat het niet bijvoorbeeld uh, je geluid stoppen of harder of zachter is uh, voor jullie, iedereen die je laptops gebruikt. Maar weet je, met FN, lock en zo. Nou, whatever. Zoek het uit, regel het. Maar zorg ervoor dat je op F2 kan drukken en dat je dan alles een uh, andere naam kan geven en dus als je een object hebt gemaakt en in het volgende deel gaan we allemaal objecten maken en geeft die ook gelijke naam stop ze in de dozen in de outliner en dan ruimt dat lekker op en tot slot nog eventjes dit over die outliner. Want die kan je dus allemaal openklappen. En trouwens, wat heel erg grappig is: als ik links klik en dan beweeg ik gewoon mijn muis en ik hou hem vast, dan hoppert hij. En dan klapt hij alles in één keer open. Dan hoef ik dus niet klik, 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 klik te doen. Maar heel hard gaan, is dat je gewoon één keer kan klikken op een pijltje. En dan beweeg je je muis naar beneden. En dan uh, opent hij dus alles. Of hij uh, klapt alles weer in. Super handig. Maar wat zie je dan als hij alles uh, openklapt? Nou, hier bijvoorbeeld heb ik bijvoorbeeld die uh, raket. En ik ga er eens eventjes uh, naartoe. Kijk, die raket. Als ik die openklap, dan vind ik hier cilinder 016. Want deze raket heb ik ooit gemaakt van het basisvorm cilinder. En die heb ik dan een beetje gemorfd. en uh, dingen uitgetrokken en puntjes aangemaakt. En voilà, je hebt een raket gemaakt. Meer over het maken van je objecten leer je... In filmpje 16, 17 en 18. Want dan gaan we het alvast een beetje hebben over edit mode. Dat is met tap en dan zie je dus die punten, en vlakken. En in het volgende deel gaan we al jouw objecten van jouw tekening in 3D maken. Dus het komt allemaal nog. Maar de, ik heb hem de naam gegeven met F2 raket 1. Maar hij was ooit gemaakt van het object eh, Cylinder 016. Hier zie je dat een beetje terug. En als ik hem nog verder openklap, dan zie ik hier ook de materialen die daaraan vastzitten: lichtgroen, donkergroen en grijs. Nou zie je dus eigenlijk al een inkijkje in de datastructuur van Blender. Dat is eigenlijk een heel erg technisch verhaal. En meer daarover in video nummer 21. Daarin gaan we een kijkje nemen onder de motorkap van Blender, zogezegd. En meer. Vertellen over die datastructuur, hoe het in elkaar steekt. Is dat mega belangrijk om te weten? Nou, niet per se, maar ik ga het toch even laten zien. Dus als je de boel heel ver openklapt, dan zie je dus ja, eigenlijk veel meer info en data die er aan die objecten aan uh, vastzitten. En hier heb je bijvoorbeeld ook iets als vertex groups en dat is heel iets anders. All right, maar het is maar dat je het uh, weet. Hoe dat in elkaar steekt. Um, wat ik kan nog meer vertellen, ja, dat was het eigenlijk wel. Nou ja, het belangrijkste wat je mee moet nemen van deze video is dus dat je alles een, een naam kan geven. Geef je objecten een naam en zet ze in de juiste dozen. Want dan ruimt het lekker op en dan hou je overzicht, orde en structuur. En zeker als je dikke vette ingewikkelde animaties gaat maken, is dat wel heel erg fijn om te doen. Goed, op naar de volgende video nummer. 14, dan gaan we het even hebben over, nee, ik ga, ik ga niet op praten. Ik ga jou aan het werk zetten met een hele toffe doelopdracht om alles op de goede plek te zetten. Eigenlijk een keertje oefenen met alles wat je tot nu toe hebt geleerd. Um, en dan ben je klaar voor uh, ja, een beetje het laatste deel van deel 1 van deze Blender training. Dan gaan we kijken naar Edit Mode, eindelijk leren hoe je zelf objecten kan maken. Ik zie je daar, maak iets.